Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft per 1 januari jongstleden de volledige overstap gemaakt naar het online aanvragen van visa- en toeristenkaarten. De consulaire diensten op de Johan Adolf Pengel luchthaven zijn per voormelde datum dan ook beëindigd. Wij spraken hierover met functionarissen van het ministerie. Per 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk een toeristenkaart of een visum bij aankomst te betrekken op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven. Reizigers naar Suriname zullen via de webapplicatie het e-visum of de e-toeristenkaart moeten aanvragen. De aanvraag duurt maximaal 3 werkdagen. Bij spoedgevallen, zoals overlijdens en ernstige ziekte, zal men zich moeten wenden tot de Surinaamse vertegenwoordiging in het buitenland. Of men kan e-mailen op het e-mailadres spoedvisum@gov.sr of spoedvisum@gmail.com. Wij vragen aan de reizigers naar Suriname om af te reizen met het visum of de e-toeristenkaart om ongerief te voorkomen. Een toeristenkaart is niets anders dan een document waarmee elke reiziger die in aanmerking komt namelijk daarvoor. Er zijn 52 landen. Vanaf 2011 is namelijk de toeristenkaart geïmplementeerd voor buitenlanders. Eigenlijk voor toeristische doeleinden, maar ook om Surinamers in het buitenland. Dus van Surinaamse origine in het buitenland namelijk tegemoet te komen. Het is een vereenvoudigde visumtype. En dat geeft dan toegang tot Suriname voor 90 dagen. Per 15 april 2019 zijn we overgestapt van de toeristenkaart zoals we die hebben gekend, de fysieke toeristenkaart, naar de digitale toeristenkaart. En per 1 januari zijn we volledig overgestapt naar de digitale toeristenkaart. De e-toeristenkaart, zoals men dat noemt, dat kan je betrekken via de website van Suriname, VFS Global. En dan kunnen mensen door middel van een registratie en het invullen van de nodige gegevens, het uploaden van de nodige documenten in aanmerking komen voor zo'n toeristenkaart, een e-toeristenkaart of e-visum. Van indiening tot afhandeling tot het krijgen van een e-mailtje kan maximaal 3 dagen duren, maar als de mensen dat indienen, kan het ook op dezelfde dag worden verschaft. Hangt af van het tijdstip waarop men het indient. Als men het indient tussen de werktijden, dan krijgt men het meestal dezelfde dag. Dus de werktijden in Suriname zijn 7-3, dan krijgt men het dezelfde dag. Als men het indient na de werktijden, dan is het meestal zo dat men het pas de volgende ochtend krijgt wanneer de functionarissen weer aan het werk zijn. Als men een spoedgeval heeft bij overlijden, denken we aan spoedgevallen bij ernstige ziekte van een familielid, een naaste, dan kan men e-mailen naar spoedvisum@gmail of spoedvisum@gov.sr. Er wordt dan contact gemaakt, het e-mailtje wordt behandeld door de functionarissen en wij maken contact met de dichtstbijzijnde ambassade of consulaat, zodat de persoon die zo'n visum heeft aangevraagd contact kan maken met de ambassade. Als dat niet kan, dan sturen wij wel een bericht naar de persoon om aan te geven dat de persoon mag afreizen met een brief van ons, een toestemmingsbrief van ons. En dan wordt die persoon afgehandeld op Sanre.